Ja, dat is moeilijk te duiden. Kijk, Poetin gebruikte het vanmiddag ook weer in de speech. Het woord vuile bom komt terug. Kijk, wat is een vuile bom? Hè? Dat is een bom die met gewoon springstof tot ontploffing wordt gebracht. Conventioneel wapen. Een conventioneel wapen, zo wordt dat dan genoemd. Maar waarbij een lading erin kan zitten. Dat kunnen chemicaliën zijn, maar dat kan ook radioactief materiaal zijn. Wat met bepaalde weersomstandigheden... Ja. Ja, en dan even terugkomend op de vraag. Want Rusland beweert dit nu. Shoiku is daarmee begonnen afgelopen weekend. De minister van Defensie? Dat is de minister van Defensie. Die heeft een aantal counterparts. Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk heeft hij opgebeld. Frankrijk en Turkije. En heeft aangegeven dat Oekraïne die bom gaat inzetten. Alleen ja, we zien niet echt tekenen dat dat iets is wat Oekraïne nou van pas komt in die hele oorlog. Mm-hmm. Het is eerder aannemelijk dat Rusland dat zou doen. En dan krijg je wat we in de misleiding wel noemen een geval van spiegeling. Mm-hmm. Eigenlijk beschuldig je iemand anders van dingen, vuile dingen die je zelf wilt gaan doen of ondernomen hebt. En zodra je dus eigenlijk die feiten om. En de Amerikanen noemen dat false flag operations. En mogelijk dat dit kan gebeuren. We zien nog geen aanwijzingen. Het is ook heel lastig om daar grip op te krijgen. En wat vroeger werden vuile bommen, werd gezegd, dat zit bij terroristische organisaties. Okay. Want je moet gewoon de beschikking hebben over die chemicaliën die erin stopt, of radioactief materiaal. Ja. Dat kun je tegenwoordig ook al in ziekenhuizen. Kun je dat vrij makkelijk bemachtigen.